Volgens mij ging Thomas Buffel op de keeper af. Die schoot of tegen de keeper of tegen de verdediger aan. En toen kwam de bal op de 16 meterlijn of zoiets bij mij. En toen, ik weet niet eens welke hoek ik schoot. Nee, dat kan ik me. Ik weet wel dat ik gescoord had en dat ik naar de hoek van de fans liep. En die foto die had ik ook in hand-in-hand gezien een paar keer. Vond ik wel leuk. Leuk om te doen, ja. Ja, de aanleiding dat we jou spreken heeft natuurlijk te maken met de wedstrijd van komend weekend ook. En dat jij een van de hoofdrolspelers uit het verleden bent van PSV Feyenoord. Ja, leuk joh. Hè? Dan weet je meteen waar ik op doel, neem ik aan. Ah, zeker ja. Wat was dat voor een middag? Voor mij bijzonder. We wonnen toch 1-0, kan ik me herinneren. Zeker. En ik scoorde en Ja, het was wel echt voor mij een leuk moment, ja. Je scoort, je maakt de winnende. Belangrijk. Ja, ik was nog jong. Het was speciaal, zeker. Weet je nog hoe die goal tot stand kwam? Heb je hem later teruggezien? Of? Volgens mij ging Thomas Buffel op de keeper af. Die schoot of tegen de keeper of tegen de verdediger aan. En toen, kwam de bal op de 16 meterlijn of zoiets bij mij. En toen, ik weet niet eens welke hoek ik schoot. Nee, dat kan ik me. Ik weet wel dat ik gescoord had en dat ik naar de hoek van de fans liep. En die foto die had ik ook in hand-in-hand gezien een paar keer. Vond ik wel leuk. Leuk om te doen, ja. Is het misschien daardoor de mooiste wedstrijd geweest die je bij Feyenoord hebt gespeeld? Of zijn er meer waar je meteen aan denkt? Nee, ik denk dat er nog wel meer mooie wedstrijden zijn geweest. Alleen, je scoort, je maakt de winnende. Je debuut is speciaal. Tegen Ajax winnen is speciaal. Stond ik voor het eerst in de basis. Dus dat waren leuke momenten. De Champions League spelen, UEFA Cup winnen. Ja, dat waren leuke momenten zeker. In hoeverre volg jij, je woont in Nederland natuurlijk, we horen het ook aan, je spreekt nog steeds perfect Nederlands. Je bent gewoon een Nederlander eigenlijk, hè? Hoe omschrijf je eigenlijk jezelf? Poolse Nederlander, Nederlandse Pool, hoe zou je dat noemen? Als voetballer een hardwerkende speler. Altijd alles maximaal geven. Als persoon moet een ander oordelen over mij. Dat weet ik niet, dat is een ander. Ja, ik neem aan dat je Feyenoord nog steeds op de voet volgt, toch? Dat gaat er nooit uit. Nee, ik zal eerlijk zijn, ik kijk niet elke wedstrijd live als ze spelen. Maar de uitslagen, die zie ik wel voorbij komen. Ik ben al een tijd gestopt als voetballer. En als ik elke wedstrijd moet volgen waar ik heb gespeeld, dan wordt het wel lastig, ja. Dan wordt het lastig. Ja, maar goed, Feyenoord heb je natuurlijk en bij Dortmund een behoorlijk aantal wedstrijden gespeeld. Ja, zeker. Nee, joh, dat volg ik nog zeker, ja. Wat denk je dan van komend weekend, een nieuwe editie van PSV Feyenoord? Ja, ik denk dat Feyenoord wel goede kansen heeft. Zeker na de laatste wedstrijd die ze hebben gespeeld. Zag er goed uit. Natuurlijk is dat een andere tegenstander dan PSV. Ik geef ze wel goede kansen en je moet altijd hoop hebben. Ja, PSV inmiddels wel wat weggelopen bij Feyenoord, hè? Feyenoord had heel graag via die tweede plek nog eventueel voorronde Champions League wil halen. Acht je dat nog realistisch of is daarvoor het gat te groot? Nou ja, in voetbal is alles mogelijk. Dan moeten ze wel een serie neerzetten. Dat is niet altijd makkelijk. En het zelfvertrouwen is ook belangrijk daarin. Zodra je goede wedstrijden speelt en je geeft alles, dan groeit dat zelfvertrouwen ook. Ik denk dat deze wedstrijd wel cruciaal is voor het verloop van de competitie. Dan kan je eigenlijk, als je wint, dan kan je PSV ook aan het wankelen brengen. Dat ze misschien ook een beetje onzeker worden. Maar goed, die wedstrijd is nog niet gespeeld. En ik ga ervan uit dat ze winnen. Wat ik al zeg, de laatste wedstrijd hebben ze goed gespeeld. Vond ik. Laten we het hopen. Ja.
Hey, jij bent, je zegt net al even gestopt als voetballer alweer een tijdje inmiddels. Hè, en tegenwoordig voorzitter van de Poolse VVCS. Ja, klopt, ja. Hoe bevalt dat? Dat is nu bijna 2 jaar, denk ik, dat je dat doet? Ja, klopt. 2 jaar. Ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Ik vond het leuk om te doen. Ik heb het eerst gekeken of dat wel bij mij past. Na mijn carrière had ik even tijd voor mezelf om te kijken wat ik wil worden. Of trainer, of manager, of iets anders. Maar dit kwam op mijn pad. En ik vind het heel interessant werk. Hoop dingen die je kan doen voor spelers. En dat vind ik belangrijk. En het gaat niet alleen maar om de grote namen. Maar spelers die stoppen met hun carrière of een probleem hebben met de club. Ja, daar werken we keihard voor om hun juridisch bij te staan. En ook dat de jongens nadenken na hun carrière. Dus we geven cursussen en dat werk is heel interessant. Je ontmoet veel mensen, veel spelers. En ik zie de andere kant eigenlijk van het voetbal. Dat het als speler denk je daar niet zoveel over na van wat er eigenlijk achter de schermen gebeurt. Maar er zijn heel veel regels die belangrijk zijn voor spelers. En collectief is het belangrijkste wat er is. Als je collectief met elkaar samenwerkt, dan bereik je veel meer dan alleen. Ik heb begrepen dat deze spelersvakbond in Polen er is. Dat dat destijds ook een beetje een initiatief van jouw vader is geweest. Hè? Ja, dat klopt. Mijn vader speelde natuurlijk jaren bij Feyenoord en bij Utrecht. En de laatste jaren had hij een probleem met zijn contract. En dan heeft hij de VVCS gebeld. Daar was hij lid van, uiteraard. En die hebben hem geholpen. En toen heeft hij een vriend van hem gebeld, Mark Pienta, met wie hij vroeg heeft gespeeld bij Wiese, van joh, zoiets is er in Nederland. Zoiets moet je misschien in Polen ook proberen. Nou ja, goed, mijn vader is al een tijd overleden, maar ja. Mark Pienta ook. En toen heeft zijn dochter gevraagd van of ik het wilde voortzetten, dat werk. Dus ja, een mooie manier om dat nu te doen. Ja, had het waarschijnlijk prachtig gevonden dat je doet wat je nu doet, toch? Ja, dat denk ik wel. Ja, misschien zie je dit. Je weet het nooit. Ja, dat weet je niet. Dat weet je niet. Laten we hopen van wel. Hey, je spreekt perfect Nederlands. Je woont ook nog steeds in Nederland. Hoe combineer je het dan wel om dan een officiële functie in Polen te bekleden? Ja, dat is niet zo'n probleem. Ik rijd vaak naar Polen. Tegenwoordig gaat heel veel via Skype, vergaderingen. Op dit moment kun je natuurlijk niet naar clubs toe. Normaal gesproken doen we dat ook. En ik denk elke spelersvakbond heeft hetzelfde probleem nu. Dat je de spelers via Skype spreekt of een andere platform. Maar we proberen gewoon te zijn voor de jongens. Dat is het belangrijkste. Maar mijn werk is niet zo moeilijk. Polen is niet zo ver weg hoor. Nee, ja, hangt eraf hoe hard je rijdt door Duitsland. En hoe ver in Polen, want het is een enorm land ook toch? Ja, dat is het zeker. Ook de afstanden die wij moeten afleggen in vergelijking in Nederland als wij naar een club toe willen. We zitten wel centraal in Polen, in Lodz, ons bureau is daar. Alleen, die afstanden zijn heel groot. Soms is het gewoon een dag rijden om naar een club toe te gaan. En in Nederland is het toch wel makkelijker uiteraard. Maar dat is maar zo. In Nederland, mede door, vooral door de coronacrisis, zijn er ook clubs die bij spelers loonoffers moeten vragen. Bij Feyenoord is dat ook een issue geweest. Hoe gaat dat in Polen? Is de nood daar ook bij sommige clubs hoog? Dat jij ziet? Ik denk uiteraard. Ik denk over de hele wereld is de nood er. Maar aan de andere kant mag je ook niet vergeten dat dat bepaalde spelers en clubs de club ook willen redden. Dus salarisvermindering is daar een belangrijk onderdeel in. Alleen moet niet ten koste gaan van een speler en ook van de club. Dus een minimumbedrag wat de VCS heeft bepaald is absoluut goed. In Polen is dat nog een moeilijke kwestie, maar er zijn spelers die
dat hebben geaccepteerd. En er zijn sommigen die dat niet hebben geaccepteerd. En dat is een salarisverlaging. Er zijn heel veel factoren. Dat kan ik denk ik niet in 5 minuten uitleggen waardoor en waarom. Maar ik denk dat toen de competitie begon in Polen. Polen was het tweede land na Duitsland die de competitie heeft heropend. Uiteraard zonder publiek. Maar het waren wel inkomsten voor een club. Waardoor de spelers ook betaald konden worden. Makkelijk zal het niet zijn. Nog steeds niet. Dat zal nog wel een tijd duren. Alleen... Ja, het gaat om het voetbal en dat je daar plezier in hebt, dat je met plezier naar de training gaat. Dan moeten de contractueel dat ook kloppen, want dan speelt een speler veel beter. Ja, maakt hetgeen wat je net zegt, hè, van het is eigenlijk best complexe materie met twee kanten. En dat kun je niet binnen 5 minuten duiden. Dat ook de situatie die er bij Feyenoord is rondom dit onderwerp, ja, dat je daar van buitenaf niet zo makkelijk een oordeel over kan vellen. Nou, ik vind dat... Ik snap de supporters daarin. Ik ben zelf ook een supporter. Alleen ik sta nu aan de andere kant. En ik zie hoeveel werk dat... Regels zijn soms heel lastig. En het is soms een politiek spel. Maar uiteindelijk draait het om de spelers. Wij zijn een vakbond voor de spelers. En we zijn niet een vakbond voor een club. Alleen we proberen altijd een compromis te sluiten. Want ik denk dat het beste is. Ja, ik denk dat niet iedereen kan begrijpen waarom een speler zijn salaris of dat hij geen salarisvermindering wil hebben. Er zijn verschillende factoren. Nogmaals, dat is moeilijk uit te leggen. We werken er gewoon keihard aan. Laten we het zo zeggen dat het positieve nu is dat de competitie gewoon gespeeld wordt. Dat er eigenlijk een bubbel om de teams wordt gecreëerd, waardoor... Laten we het hopen dat er geen coronagevallen of minder kans is op coronagevallen. Alleen de jongens zijn er zelf ook verantwoordelijk voor. Dat heb ik altijd ook gezegd, zeg ik al nog steeds in Polen ook, van jongens, begrijp goed dat je ook je privéleven strikt moet houden en niet op plekken moet gaan waar de kans bestaat dat je besmet raakt. Want dat één iemand dat doet, betekent dat hij heel de team eigenlijk en de club in steek laat. Ja, dat is dus gelukkig bij een aantal clubs. Ja, ik kan niet iedereen binnenhouden, dat snap ik. Alleen ze begrijpen dat heel goed dat je op een bepaalde manier moet leven.